Dit is nieuwsuitzending 140. En die gaat nog steeds over de valse vlagoperaties. En dan in de ruime zin van het woord. De vorige uitzending heb ik het gehad over onderwijs. Dat is ook een valse vlagoperatie. Waarbij ze ons doen geloven dat ze onze kinderen wijsheid bijbrengen. Terwijl ze eigenlijk gewoon onze kinderen dom houden. Dan moet je de vorige nemen, dat is 139. Dus die andere waar ik het over wil hebben, is vaccinatie. Ik lees eventjes voor, dit is van Wikipedia. Vaccination is, ik vertaal het gelijk in het Nederlands. Vaccineren is het toedienen van een antigenic spul. Wat is antigenic? Een genetisch gemodificeerd materiaal, zou ik zeggen. Dus een GMO, vaccinatie is het toedienen van een GMO om een immuunsysteem van iemand te stimuleren, zodat het een aangeleerde immuniteit krijgt tegen een ziektestof. Kan je de zin nog volgen? Een aangeleerde immuniteit. Adaptive immunity. Daar gaat het om. Je bent niet immuun tegen iets, maar je krijgt iets en daardoor word je er immuun tegen. En mijn dochter, die heeft met mijn toestemming, heb ik eerst bij de huisarts gecontroleerd van hoe gevaarlijk is dat vaccin. En het ging over DKTP. Dat is difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Recentelijk, nou 2 jaar terug, komt mijn dochter dus bij mij. Ik ben gescheiden van de moeder, dus ik zie haar af en toe. Dat is ook goed hoor, ik ben helemaal totaal blij. Hè? Mijn dochter ook hoor. Ze ziet er goed uit en lacht en is rustig. Zij was ziek. En de huisarts, die huisartsenpraktijk, die had geconstateerd dat ze kinkhoest had. Oh, dacht ik. Nou, dat is in ieder geval van die DKTP. Die K was dus niet nodig geweest. Hè? En die T, dat is van tetanus. Maar tetanus, dat is een of andere, als je een wond hebt. Een infectieding is van een wond. Ja, dan is tetanus misschien een goed idee. Maar een kind, gewoon een kind, alvast, ja, je kind die zal wel een keertje met zijn knie tegen een schaalhek komen. Nou, en dan komt een rotzooi in de knie. Nou, dan krijg je een tetanus. Ja, tegen die tijd kan je het ook nog toedienen, wist je dat trouwens? Ja, als je een keer met je fiets valt en je hebt een mooie schaafwond, dan gaat de dokter gelijk zeggen, tetanus. Dan krijg je helemaal tetanusvaccin. Nee, we gaan het kinderen van tevoren toedienen. Ja. Dus kinkhoest is mijn dochter tegen ingeënt. En dat kreeg ze gewoon. En tetanus, ja. Ik denk niet dat ze dat nodig heeft gehad, hoor. Sorry, hoor. Maar ja. Ik denk dan maar even door. Hè. Nou, difterie weet ik niet veel van. Het heeft veel te maken met slechte hygiënische omstandigheden. Nou, dat soort omstandigheden heb je momenteel niet meer hier in Nederland. Dus, lijkt me verder de rest niet nodig. En polio, ja, ik weet niet of het helemaal waar is natuurlijk. Maar ik heb dus gehoord dat polio, ja, als je er echt een aanval van krijgt, dat je er een lam geslagen van raakt. En je besluit om maar gewoon in bed te gaan liggen. En je familie is zo vriendelijk om de gordijnen dicht te doen. En te zorgen voor een kippenbouillon. Met sinaasappelsap. Dat het dan allemaal reuze meevalt. In 9 van de 10 gevallen. Dus waarom moet je ingeënt worden tegen polio? En ik ben ook gekrast. Ik ben gekrast voor, dat heet, daarvoor mij voor tyfus of zo.
kreeg ik twee krasjes in mijn arm. En ze moesten, die twee krassen, die moesten ontstoken raken. En als ze niet zouden gaan ontsteken, dan zou er wat aan de hand zijn. Het is gewoon in mijn arm gekrast, ik zweer het, hè. Met een kroontjespen. Ze gebruikten daar echt een kroontjespen voor. Of iets wat daarop leek. Want ik denk, ja, dat is precies die kroontjespen die ik altijd in mijn blauwe inkt doop. Om te hopen op een rode stempel van de juf. En met zo'n pen gingen ze in mijn arm krassen. Voor weet ik veel wat. Ze zitten gewoon mijn immuunsysteem te prikkelen. Dat is leuk. Dat is geinig. En gewoon, laat ik het zo zeggen. Jij hebt een kind. En dat is een jongen. En die wil graag naar de korenmarkt hier in Arnhem. En je weet dat daar wel eens vechtpartijen uitbreken. Nou, weet je wat we dan doen? Dan sla ik je zoon af en toe gewoon een beetje in elkaar. En dan komt hij terug van school. Dan wil hij net zijn fiets in de schuur gaan zetten. En dan spring ik uit het donker naar bam, 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 bam. Maar dan niet te erg, hoor. En dan leert je zoon van vechten. Leer je het zo oplossen. Gewoon je immuunsysteem gaan lopen pesten. Met rotzooi. Weet je wat er in een vaccin zit? Daar zitten behalve de zwak gemaakte ziektekiemen ook biociden in. En een biocide, cide slaat op killer. En bio slaat op leven. Je hebt ook herbicide. En een herbie of zo, herbos of zo, dat slaat op planten. Dat is onkruidverdelger. Insecticide, dat ken je misschien ook wel. En insecticide, daar gaan insecten helemaal van op hun rug liggen. En dan ben je van die muggen af. Het vroeger van die spuitbussen, antimuggen. Insecticide. Heb je ook nog rodicide. Dat is tegen knaagdieren. Rodents, op zijn Engels is dat. Knaagdier. Nou, heb je ook een busje tegen, of een spulletje. Je hebt ook biocide. Dat is tegen het leven. En dat zit in die vaccins. En die heette zo. Ik kan ze zo opzoeken. Want ik weet precies. Zo. Thermoresal. Dat is dit spulletje. Antiseptisch. Antischimmel. Zo ziet het eruit. Dit is dan de 3D-weergave. Dit is een benzeen. Dit is een zwavelmolecuul. En daar zit... Ja, daar kan we zo dadelijk even op terugkomen. Hier is het natrium. Heb je niet zoveel last van? En twee zuurstof. Deze jongen is vervelend. Dit is benzeen. Dat zijn 6 koolstofatomen. En die hebben de elektronen gedeeld. En dat wordt weergegeven met deze streepjes. Maar benzeen, dat lijkt een beetje op benzine. Het is niet echt het lekkerste dingetje, hoor. Nou, die zwavel, daar heb je helemaal niks aan. En dit is de biggest mofo. Is dat HG? Dan denk je, huch, hoe maak ik het uit? Ja, dit is kwik. Dit is een zwaar metaal. En dit HG-atoom, dat verlaat jouw lichaam niet meer. Dat nestelt zich in je hersenen of in je ruggenmerg. Dit vindt ergens een plekje en dat wil dan nooit meer weg. Ja, en de benzeen, waar dat naartoe moet, het is in principe carcinogeen. Dus je kan er echt problemen van krijgen. En daar is het ook voor bedoeld. De thiomerosal is bedoeld om een probleem te zijn voor alles wat maar wil leven, omdat het vaccin... Zoals het verzwakt is, precies in die vorm moet het toegediend worden. En niet verontreinigd met een of andere schimmel. Maar die rotzooi, die krijg je wel daarbij mee naar binnen. Die andere is dit. Squalene. Gewoon even de Wikipedia erbij pakken. Dit
kunstkwaling. Dit is een soort breipatroon van koolstof atomen. Het zijn er 30. Het is ooit uit shark haaienleverolie. Overnaar dat het Squalus heet. Dit is behoorlijk vet. Mijn vader heeft ooit verteld dat de ijsberen, die kan je een lever van oogsten. Maar als je die opeet, dan heb je de grote kans om er vergiftigd te raken. Want ijsberenlever is vet. Iets te veel vitamine en zo. En waarschijnlijk is het ook deze rommel. Dit maakt alles kapot. Je kan het gewoon zien, hè? Dit is een, deze koolstofatomenformatie, die regelmatigheid hier en dan gespiegeld. Dit is één groot energetisch geheel, dit krijg je nu kapot. Dit is een soort loose cannon, dit ramt overal doorheen. Dan stoppen ze er ook in. Met de volle overtuiging, hoor. Mijn tante, die heeft dus gewerkt in de medische industrie, en zei: ja, natuurlijk doen we dat! Ben jij gek? Dat kan niet anders. Dat moet wel zo. Ja, dat moet wel zo, hè. Maar jij krijgt het wel binnen. Is dat gezond voor je? Ja, ik denk het niet, hoor. En die kwik weet ik wel heel zeker van niet. Kwik moet je echt niet binnenkrijgen. Maar terug naar de basic. Want waar gaat het dan eigenlijk over? Kijk, je hebt bij geboorte een afweersysteem gekregen. Daar kon je niks aan doen, maar die heb je wel gekregen. En dat bestaat uit witte bloedlichaampjes. En die moeten het doen. Die moeten jou beschermen. Die moeten jou beschermen tegen, de Amerikanen zeggen dat, foreign and domestic terror. Dat je kan, jouw lichaam kan binnengedrongen worden door, weet ik wel wat, wat in eieren zit, weet ik ook weer. Bedorven kip, was het ook weer. Dat kan je binnenkrijgen. Of iets anders. Hè? Gewoon een indringer, een illegale immigrant, op zijn vrolijks gezegd. Het kan ook zijn dat je van binnenuit niet lekker gaat. En dat noemen we kanker. Dat is net een dia kanker. Kripsen. En die moeten er ook aan. Want daar hebben we helemaal niks aan. En daarvoor heb je een eigen afweersysteem. En dat moet functioneren. Als dat niet functioneert, ja. Dan ben je gewoon, hoe heet dat? Ja? Wandelend doel of zo? Walking Dead? Er hoeft maar iets binnen te komen en je bent de bok. En je immuunsysteem moet het goed doen. En je immuunsysteem, dat doet het goed als je ontspannen bent. Of in ieder geval niet gestrest bent. Want te ontspannen is ook een vorm van stress. Je moet gewoon lekker bezig zijn. Lekker wandelen. Lekker frisse lucht. Een tomaatje. En dan een courgette. Een beetje knoflook. En lekker in de pan en zo. Arachideolie. Dat zijn allemaal hele veilige dingen om te eten. En daar word je heel rustig van. En nootjes. Hè? Je kan je helemaal suf eten aan nootjes, man. Ook kastanjes kan je poffen. En blijf af van melk en vlees, vis en vlees en dat soort dingen. Maar als je er tegen kan, dan kan je dan in je mond stoppen. Maar voor de rest moet je vooral denken aan die ontspanning. En daar gaat je afweersysteem zich helemaal goed van gedragen. En dan even waar ze hierover door zitten te zeuren. Is het je ook opgevallen dat ze tegenwoordig niet meer zeuren over AIDS? Ja. Gemerkt? Vroeger was AIDS
Hot stuff turning on. Iedereen had het over AIDS. Tegenwoordig niet meer. Hè? We zijn teruggekeerd naar de flu, naar de griep. Influenza, hè? Dat is de griep. De H1N1. Nou, mijn dochter is niet ingeënt tegen H1N1. Die heeft die DKTP gehad. Nou, die K die werkte niet. Nou, daarvoor alleen al zou ik gewoon minimaal een kwart van alle gezondheidszorggelden die ik betaald heb, gewoon teruggestort willen hebben op mijn bankrekening. Ingeënt met wat? Pipo de clown vloeistof. In ieder geval die K. Nou, en die tetanus dingen heeft ze nooit nodig gehad. Polio, nou, als ze zonder meer overleeft. En difterie, ik weet niet wat het is. Dus dat je je eigen poep in je mond stopt. Of de poep van tante Gerda. In ieder geval, je kunt even nazoeken. Doe ik lekker niet. Maar nu word ik echt boos. Dit. HPV-vaccin. Waar ik mij ten eerste aan erger, is de afkorting. Dat is Humano Papillo virus of zo. Dan moet je maar gewoon opzoeken wat het is. Het gaat over baarmoederhalskanker. Het is bekend dat mensen met een promiscu gedrag, en als je het dan hebt over mannen, dan die kunnen geen baarmoederhalskanker krijgen, maar die krijgen natuurlijk ook wel problemen. En vrouwen die krijgen dan bij veel daarvan ontwikkelen dan eens carcinoma, krijg je carcinomen in je baarmoeder. Want je loopt de hele dag te neuken met Joris, Peter, Geert en hoe heet ze allemaal weer? Karel, Piet, Peter. En die hebben allemaal een piemel ontzettend goed gewassen. En daar krijg je baarmoederhalskanker van. In de meerderheid, zou ik zeggen. Dat is heel gevaarlijk, een heel gevaarlijk gedrag. En al die promiscue meisjes, ja, die lopen wat op. Mijn dochter, die heeft dus de eerste vriend. En dan loopt ze al tegen de 2 jaar, loopt ze met die jongen. En zij loopt dan voorop. En ik wil nog tegen haar een keer gaan vertellen van, misschien iets langzamer lopen. Als die jongen een beetje de ruimte geeft. En die is ook niet, zij is uitgenodigd op de middelbare school om zich in te laten enten met dat anti-HPV, dat HPV-dinges. Ik zei, nee, dat ga jij niet doen. Waarom? Waarom laat je een holle naald in je stoppen en allemaal rotzooi naar binnen injecteren? Dat doe je toch helemaal niet? En dat gewoon op basis van niks. Je voelt je helemaal niet ongezond. Je denkt, ik sta iedere ochtend lekker op en dan ga ik havermout eten. En dan ga ik op de fiets naar school. En dan moet ik eventjes om 10 uur, laat ik mezelf injecteren met een holle naald. En dan wop, en dan krijg ik een rotzooi. Industriële troep krijg ik geïnjecteerd. En dat noem ik dan een gezondheidsprogramma. Natuurlijk niet. Wie krijgt nou baarmoederhalskanker? Of hersenvliesontsteking? Dat is er ook zo een. Dat is gewoon een kwestie van slechte hygiëne. En als je die dan wel krijgt, ja, nou opruimen, alle varkenspis eruit. Of wat het maar is. Je gaat hem niet vaccineren. Want ik laat mijn kind vaccineren tegen de baarmoederhalskanker. Want dan kan ze lekker van bil gaan met Jan, Piet en allemaal. Dat wil je toch ook niet? Je wil liever tegen je kind zeggen, nee, je krijgt geen baarmoederhalskanker anti-infectie dinges. Je gedraagt je maar een beetje en dan ga je maar niet in de rondte lopen neuken. Hè, op z'n grofst gezegd, dan ga je maar gewoon naar internetporno kijken met een hand in je onderbroek. En daar kan je geen baarmoederhalskanker van krijgen. Gaat dan niet je kind, je kindje, vaccinatie en neuk je maar suf. En daar komt er wel op neer, hè? En dat is een valse vlagoperatie. Dit is absoluut oneerlijk.
Ze doen alsof het goed is, maar het slaat helemaal nergens op. Ze zijn begonnen met vaccineren in het begin van de 20e eeuw, ongeveer. Toen kwamen er grootschalige vaccinaties op gang. Want er waren in de 19e eeuw een aantal volksziekten. Zoals polio. En tetanus misschien ook wel. En kinkhoest ook. En toen gingen wij beter eten. En kregen wij betere hygiëne. En wel een warme deken als we 's nachts gingen slapen. En toen daalde de prevalentie, de voorkomenheid van die ziektes. En in de daling zijn ze begonnen met het inzetten van een vaccinatieprogramma. Meerdere. En ze beweerden van, kijk, de daling die komt door ons. Nee, de daling die was al ingezet voordat ze begonnen met die vaccinatieprogramma's. Het is alleen maar een kwestie, je moet als mens denken om het, de ontspanning en het activeren van je immuunsysteem. En sporten, wandelen, speerwerpen, zeg het maar, dansen, dat lijkt wel inspanning. Maar als je dat goed doet, is dat ontspanning. En goed voor je afweersysteem. En die dingen moet je gewoon doen. Maar als jij gaat sporten, ik moet de Olympische Spelen winnen, want anders wordt mijn moeder boos. Ja, dat moet je dus niet doen. Je moet het wel voor je lol doen. Mijn collega in de band, die werkt in de bouw. Maar die heeft een keer aan het einde van de dag tegen een collega gezegd, ja, met deze arbeid heb ik geen sportschoolabonnement nodig. Gewoon de hele dag balken sjouwen. En zo blijf je gewoon gezond. En vaccineren moet je gewoon helemaal niet doen. Helemaal never nooit niet. Ik meen dat serieus hoor. En als je zegt, ja, maar ik heb kinkhoest. Ja, en mijn dochter had ook laatst kinkhoest. Nou, volgens mij leeft ze nog hoor. Dat overleef je wel. En polio ook. Dus waar maak je je zorgen over, man? Dat je geelzucht krijgt. Jaundry. Oh, dan krijg ik geelzucht. Ja, dan krijg je gewoon geelzucht. Dan ga je gewoon lekker in je bed liggen. En dan ga je varkenslever eten. Of, haaienlever. Ik zou ermee oppassen, hoor. Heel klein stukje haaienlever. Dan moet je echt wel superdun sushi. Ja, dan doe je dat maar. Gewoon een grapefruit. Of een ouderwetse banaan. Stel je niet aan. Kijk, dood ga je toch? En een vaccin gaat jou daar niet van weerhouden. Ik weet er echt geen enkel bewijs van. Je kan er natuurlijk in geloven. En mensen verwijten mij dat ik zo gelovig ben. Nou, ik ken gewoon heel veel mensen die geloven in vaccinatie. En die kunnen ook niet naar mij toekomen van, nou Perry, hier zal ik je even bewijzen dat vaccineren, dat heeft zin hoor. Kijk maar, niemand. Iedereen gelooft daarin. Ik ben omringd met gelovigen die geloven in zo'n vrouw. En die gaat dan, wat doet ze met een jongetje? Wat gebeurt hier? En die vent, ik zou dat nooit doen. Die houdt zijn hand boven op het hoofd. Alsof hij de paus is. Urbi et orbi. En die vrouw die denkt echt, ik ben lekker bezig. Ja. Ah, wel lekker in de zin. Zijn mooie armen. Wat warme armen. Lijkt mij. Maar ze doet het maar gewoon. En ze zit gewoon chemicaliën te injecteren in een negroïde jongetje. En het negroïde jongetje denkt, alles is goed, want mijn vader heeft zijn hand op mijn hoofd. Ik moet alleen maar stilhouden en al dat chemisch afval in mijn mond laten injecteren. Nou, dan gaan we gewoon kijken of het goed gaat. Nee, natuurlijk gaat dat niet goed. Ik ben helemaal gek geworden. Laat die jongen gewoon op haaien jagen. Laat hem zwemmen. Laat hem boogschieten. En gewoon hollen. Hollen tot hij doodgaat.
Hier een polio-vaccin. Oraal. Waarom moet die jongen een polio-vaccin hebben? Is er nog polio hier op aarde? En dan nog? Het is een hele grote scam. Het is een hele grote valse vlag. We krijgen dus gewoon chemisch afval in ons lichaam gespoten. Dat wat je als je ervan af wil. Als je dat spul wat ze gebruiken om de boel te verminderen, dat is gewoon chemisch afval. En dat wordt geïnjecteerd in ons. En dan met het idee van, ja, daar word je heel gezond van. Want van tevoren heb je al een robotje gevochten met verzwakte. En als er zo dadelijk de niet-verzwakte komen, dan kan je er tegen. Ja. Zullen we even naar deze meneer kijken? Dat gaat gelijk weer goed, hè? Reuze man. Die heeft een relatie gezien, zegt hij, hè? Dat zijn zijn woorden. Die van mij. Gewoon even lekker uitvergroten. Nog verder, dat je hem goed kan zien. Zie je dat? MMR-vaccin en autisme, staat hier. MMR kunnen we op gaan zoeken. Dat heeft measles, mumps en rubella. Dat is rode hond. Dat is een mazelen, pokken en rode hond. Dit vaccin. Hij beweert dat het gerelateerd is aan autisme. Zijn beredenering daarbij is waarschijnlijk. Het kan. Hij heeft ook een proefneming gedaan. En daarvoor moest hij darmflora van autistische kinderen hebben. En dat moest hij op kweek zetten. Dus hij heeft gewoon, dat is best vies natuurlijk, maar hij was een dokter. Dus hij heeft gewoon die autistische kinderen, of die moeders, die ouders van die autistische kinderen, heeft hij gevraagd van, zou je je autistische kind willen langsbrengen? Dan doe ik een wattenstaafje in het, de anus, de endeldarm. Dat was genoeg. Hè? Ik wil alleen maar een sample hebben van de endeldarm. En dat uitzetten op petrischaaltjes. Een petri schaal, dat zijn glazen dingetjes. Ik ga hem even bijpakken. Maar misschien weet je het wel. Petri schaal. Het ziet er zo uit. Dit is een petri schaal. En dan moet je dan. Deze gaat er overheen. En dit is de onderkant. En hier doe je dan een voedingsbodem in. En dat heeft hij dus gedaan. Hij heeft gewoon een stokje gepoerd in het poepertje van kleine kinderen. En dat heeft hij dus in deze dingen gedaan. En gewoon gezien dat de darmflora, dus je, in je darmen, dat is eigenlijk een soort Amazonegebied. Dat is eigenlijk een soort oerwoud. Dat is allemaal flora. Flora, dat staat voor planten. Maar in je darmen, er zit echt, er leeft van alles. Maar er mag niet van alles leven. Het moet wel in balans zijn met je lichaam. En als de darmflora niet klopt, dan kan een kind of een mens wel eten, maar die opname van het eten, die gaat niet goed. En Andrew Wakefield, die was zo geniaal, dat hij besefte van ja, maar wacht eens even. Als het lichaam niet kan opnemen, dan kan de geest misschien ook wel niet opnemen. Nou, dat is uitermate waarschijnlijk. En hij zegt dus, Andrew Wakefield, dat het toedienen van een vaccin, dat kan leiden tot
Zijn these is, daar komt een verzwakt ziektekiem, die komt binnen. In principe weet je die onder controle te houden, maar enkele sporen weten te ontsnappen naar je darmen. En die beginnen daar a party like it is 1999. Om het maar even op zijn Prince of the artist formerly known as Prince te zeggen. En dan heb je mooi zo'n kermis in je buik. Ah, dat is leuk zeg. Dus als je je kind laat vaccineren, ja, hou rekening met die dingen. Hè? Anders gezegd, je zou eigenlijk je kind van tevoren een paar dagen niet naar school moeten laten gaan. En alleen maar naar buiten en fietsen en sinaasappels eten en avocado. En voor mij wat Hollandse garnalen. Goede aardappelpuree, spersiebonen, trainen, roeien, boogschieten. En je kind helemaal uitgepufft en met zweet op zijn voorhoofd. En die zegt, mam, ik voel me hartstikke goed. En dan zeg jij, oké, kind, dan is het nu tijd voor je vaccinatie. Maar doe dat niet met een kind wat doodvermoeid is, hè? Als je een doodvermoeid kind laat vaccineren, dan vaccineer je jouw kind naar de hel. De hel die autisme en ADHD of whatever heet. Maar dat mag je gewoon niet doen. Je beschadigt het lichaam van je kind en dat mag je niet doen. Punt. En vaccins zijn er helemaal niet om ons gezond te houden. Vaccins is gewoon een stukje rotzooi. En ze zeggen het zelf. Ik kan erop lezen hoor, dat is wel leuk. Net als in. Even tetanus toxoid. Voor bijvoorbeeld is gewoonlijk opgenomen onto alum. Wat is alum? Aluminium, denk ik dan. Oh, alum. Oh, oké. Oké, mooi. In alum. Dit presenteert het antigeen op een dermate manier om te veroorzaken meer te veroorzaken dan dat je het gewoon in water oplost. Nou. Kijk, alleen dat is niet zo'n probleem, hè? Ik had het over thiomerosal en squalem. In de voorbereiding voor de golfoorlog van 1990, pertussis vaccin, not acellulair, is gebruikt als een adjuvant. Wat is een adjuvant, een bijwerker of zo? Voor het anthraxvaccin. En dan gaat je immuunsysteem nog meer aan de slag. Ja. Nog veel sneller. Ja. Than giving only the anthrax. Ja, dat is ook een punt. Met die H1N1. Want hier staat het gewoon. Hier staat dat ze dus. Je kan mensen met anthrax. Hier staat gewoon only the anthrax. Dus niet diminished of zo anthrax. Nee, the anthrax. Hè? Dat is met die H1N1 ook gebeurd. En er was een of andere jongen in Oostenrijk. En die kreeg een badge binnen van de H1N1 vaccin. In die tijd, dat was 2006 of zo. Hè? 2007 had je H1N1.
had zo'n jongen, die had zo'n badge, of zo'n aantal van die dozen, die gewoon opengemaakt. En die had er dus een paar, maar hoor, gewoon hier eentje, daar eentje, een aantal ampulles eruit gehaald. En even gekeken hoe verminderd ze waren. Nou, dat viel reuze mee. In die zin, het was allemaal springlevend. Springlevend spul. Toen heeft hij aan de bel getrokken en het bleek allemaal op een vergissing te berusten. Stelde allemaal niks voor, joh. Daar moet je niks van aantrekken. Then giving only the anthrax. Ja, dat is een hele grote valse vlag. Dus je mag voor mij seks hebben, vind ik helemaal niet erg. Je mag voor mij ook kinderen krijgen, vind ik ook niet erg. Ik vind wel dat je moet je kind zelf onderwijs geven. Je moet homeschoolen. Je school is gewoon een kinderdagverblijf. Je moet ook tegen je kind zeggen, je gaat er alleen maar naartoe voor de sociale vaardigheden. En wiskunde, natuurkunde, geografie, geschiedenis, dat leer ik je wel. Een half uur per dag, voor we gaan eten, krijg je gewoon even onderwijs van mij. En dat moet je gewoon elke dag herhalen. En voor de rest moet dat kind zelf aan de slag. En je geeft je kind maar een iPad. En je laat je kind maar gewoon naar Alex Jones luisteren. Of Jeff Renzi. Doe dat maar gewoon, hoor. Laat je kind maar gewoon alle hoeken van de kamer zien. Maar je moet je kind zelf opvoeden. En het afweersysteem van je kind, dat wil je natuurlijk ook optimaal werkend hebben. Ja, dan moet je zorgen voor ontspanning. Hè? En leuke dingen doen. In de buitenlucht, of juist niet. Dat de opa langskomt met zijn grote sigaren en de hele woonkamer staat blauw. En toen ging het rookalarm af. En toen kwam de woningbouwvereniging vragen of er brand was. En je kind die lachte zich helemaal aan kriek. Dat is ook leuk. Daar ontspant het van. En dan wordt het niet meer ziek. Dat is veel beter dan vaccineren. Nou, op zijn hamburgers, ik moet het doen, hè. Ja, op zijn hamburgers, ja, liefers.